Zullen we daar eens mee beginnen? Leuk speeldag van de kans. Zeg maar. Welkom bij het Uur van Puur. Wat fijn dat je luistert. Dit is het Uur van Puur elke maandag. Ja, nu. Oké, stil zijn. Ja, stil zijn. Ik heb heel veel in petto. We hebben Punk Media zometeen aan de lijn. Die is onderweg van Legoland helemaal naar Amsterdam. Naar zijn eigen huisje in Lochem. En die gaat ons bij praten over vloggen. Social Radio met Anne-Maria en Esther. Ik hoor je nou op de radio. En daarna kom ik op de radio. Media, Samen twee jongens. Oké, hoe oud zijn ze nu? 6 en 8. Hallo jongens. 6 en 8 jongens. Hey. En ik vond het zo jammer dat ik dat kanaal, dat heb ik nou, want het ligt echt een beetje stil. Mm-hmm. Ik moet iets mee gaan doen en ik zag al die vloggers en die leuke Amerikanen, Casey Neistat en... ja, helemaal. Ja, dat is echt geweldig. Dus ik dacht ook, nou... Ik ga een vorm zoeken waarin ik ook ga vloggen. En ik maak sinds... 2005 video. Jij zelf zo'n expert bent. Ik vind bijvoorbeeld jouw timelapse al geweldig, hè? Daar kan ik zo van smullen. Dat is voor mij elke dag een feestje. Ik moet zeggen dat ik het een beetje mis dat je echt bij mij kijkt en in de camera praat. Ja, en daar vind ik dus eigenlijk dat vind ik lastig, hè? Weet ik. Het kan best. Ik vind het zoals ik nu eigenlijk de dingen opneem in de auto, want ik ben al heel veel aan het opnemen. Ja. Jongens, even. Kijk, het is natuurlijk wel een dingetje, maar het wordt nog meer een dingetje om in de camera te gaan kijken en dan... Casey Neistat doet het ook, hè? Ja, maar die doet het met een bril op, hè? Dit ding gewoon kunnen draaien. Dit kun je gewoon, dit dingetje kun je gewoon draaien, ja, sorry. Dan blijf je dus altijd daarmee zitten. En zo zijn er nog meer dingen die vast... Ik heb toch weer zo'n kraakstoel, hè? Ik heb altijd kraakstoelen. Heb ik deze ook aangezet? Ik zou altijd nog... En deze camera, dat is de Sony RX100 Mark IV. Maar ik ben nu aan het opnemen. Cool, vet, hè? Marcel Post aan de bal. Mart. Marten Bravi. Tijn gaat erop af. Davika de Brug. Nat aan de bal. Ja, die gaat natuurlijk niet zo ontzettend lang uit nu. Ik zat net op mijn rug om mijn tas een beetje in te pakken. Ik niet. Voel ik nou. Kijk, onder me is het Steffi. Ja, dat kan wel. Handel, Monique? Ja, zeker handel. Ja, ik vind ze even mooier dan mijn zakken. Zat de boot van Sinterklaas? Wie, wat? Onderin zit de headphone ingang. Bovenin zit de microfoon ingang. Is dit een timelapse? Nee. Komt dit op YouTube? Dat zou misschien, als het heel leuk is, komt het op YouTube. Goed, Tom. Doe een body. Doe maar. Oh, op. Daar hadden we opgewacht. Nee, je moet niet alle takken geven. Goed zo. Oh, ik kom ze terug, hè. Ik heb een brief in de vorm.
Kijk, hier heb je de school. Kom maar, jongens. Ja, ik had de huiskleur toch al gevonden. Ja, maar niet gepakt. Ja, die ligt straks weer op de grond, hè? Als ik de bocht om moet, dan... Waar zijn dan de vierkanten? Hallo, hallo. Kijk eens, daar liggen er altijd. Hier. Daar liggen er altijd. Ja. En hier en daar. En die zijn lekker. Tom, die gaat appels eten straks. Nee, ze vallen gewoon op de grond. Ze vallen gewoon op de grond. Ja, je komt zo uit de grond. Die kop zo, hè. Doe je schoenen maar uit, Bos. Ik zag het gewoon zo gauw niet, maar nou wel. En toen zei die man van, nou dat zou je zelf wel weten. Tot dan. Nee. Een blaadje. Nee, ik zie daar een O. En een draagkop, hè? Een blaadje. Een draagkop en een 2, 1, 3, oh. Wat is is niet in het hoek. Ze staat in de rij. Die staat in de rij. En hier staat. De geit is niet in het hok. Staat in de Ze staat in de wei. Ja.